Voor uw aanvang, dames en heren. Altijd hetzelfde, altijd te laat. Zeg Louis, als toen ze in de buitenmaat speelden, misschien werd hij dan wel wakker. Probeer maar. Dat komt er ineen. Goedemorgen, zie je de sfeer? Goedemorgen. Ja, zoals gezegd. En je zit zeker de reis verder, hè? Ja. Zeg, wat ik je vragen wil. Die vrouw, die, hoe blijven die eigenlijk? Ja, jong, niks te vrouw hier vandaag. Jammer voor dich, maar we hebben een ganse lading manskerels. Manskerels, altijd manskerels. Ik dacht vandaag een lekkere vraag. Die vrouw, die, niks ervan. Vrouw, die zingen tenminste nog eens in de bus. Ja, maar dan zal die van deze reis wel hel met vallen, want kijk maar eens wanneer komt, dat zijn de dorper zangers. Dat zal ik beneden. Hartstikke mijn boterham vergeten. Wat nou dan? Daar gaat de chauffeur als er vandoor. Wat nou gezongen? Jongens, wij zingen dat toch voor u. Nee. Dat gaat naar de bos toe, zoete lieve Gerritje. Dat gaat naar de bos toe, zoete lieve meid. En als we dan naar de lieve gaan, dan gaan we op het dak met elk. De chauffeur, ik ben de baas achter het autostuur. Zeg je mij maar wie en hoe, dan breng ik u daar naartoe, want daar ben ik hij toch voor. Ik ben Schaken de chauffeur,
Ik zit de donste bij de deur. Melmakkie, herrie en kabaal. Nou, dan ga je terug naar Schmaal, want ik ben Sjaakje de Constantinopel. K-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Constantinopel. Als je het even probeert te zien, nou dan kun je het wel. K-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Let eens op hoe ik die Turkse hoofdstad zonder fouten spel. Constantinopel. K-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Kom jongens, nou moeten we toch gewoon vertrekken. Waar gaan we nou het eerste aan? Nou, dat is maar eens geen gaat gewoon. In neer. In neer. Oh, nee. In neer, wat is toch nou toch te zien? In een drood aan het lief. Ja, dames en heren. Dat geen gaat. Herinnert je nog de afgelopen tropische zomer? Het was een weer wie op de stille Zuidzee-eilanden. En als ze dan aan dat grindgat loogs, zon, zank en water, en zoogs al dat jons om de heen lopen en liggen, dan kon ze op een gegeven moment gaan denken, neer is net Hawaii. Tussen mogel meer en hel je.
allerlekkerste moos. Door de warmte in het huis. Aloha, aloha, wel de allerlekkerste moos. Eindelijk. Gelukkig komt er nog eens uit hogere sferen. Geachte dames en geachte heren. Niet zo profaan en niet zo plat. De solo's werden natuurlijk gezongen door Harry zelf en door broeder Matt. Zo eens per jaar was regel, dan trokken we ter beide vaart. Gestikt worden door iedere vlegel, gezegend wordt de hoes en hart. Een tijd met koffie en de boterham, de tnomse met verdorren dag. Een ooie wiesheid in het leven, doe beest niet her met ringeman. Bom, bom. Ach, dat waren schone en riek en rooms geloof. Zo'n kapel vol reliquieën wordt voor de duivel blind en doof. Al die krukken aan de moren getuigen van een wonderkwel. Zo gekost niet eeuwig door, kwam veel kalf, honger, het koren, drinken als maar naturel. Vol vroomheid liepen we nog binnen, de wereld kwam de emos heen. Binnen, verdessen alles God kon zien. In een offerblukske, doe ons niet de beroste zien. Mij viel door eemes van zijn stukske, het waren schone tieën, Odin, Riek en Rooms geloof. Zo'n kapel vol reliquieën, waar scheurden duivel blind en doof. Al die krukken aan de moren, getuigen van een wonderkwel. Zo het kost niet eeuwig door, ik kwam veel kalf, honger, het koren, drinken als maar naturel. Bom, bom, bom.
Ja, ja, met de bus op Bedevaart gewoon. Dat mag ze als reisleider tegenwoordig niet duk meer met. Op vandaag blijft ze gans andere dingen. Zo vorige week bijvoorbeeld. Moet ik even vertellen. Vorige week was ik met een bus met een gezelschap in Oostenrijk. Gans gezelschap, allemaal paardjes. Behalve, er was één vruikenbee, dat was gans alleen. Nou ja, en als reisleider dan bekommert ze zich toch zo'n beetje om. Dat duurt zo'n beetje met werk. En waren we in Oostenrijk en er stond op het programma dat we met de lift bovenop zo'n hele hoge berg zijn gegaan. En iedereen blij en opgewonden, enthousiast en zo. Behalve dat vrouwke, van ja, ik blijf maar in het hotel, ik voel me niet zo goed, ik heb geen koppie. Nou, ik ga direct in de gaten, daar was geen een hank. Dus ik met hem in kallen en toen kwam de aboe te mouw. Dat bleek dat hij ontzakkelijk sjouw was met die lift boven de berg op de grond. Ik zeg, meidje, dus ik ga er niet bang voor te zien. Dat is hartstikke schoen. Dat stelt niks voor. Ik zeg, weet ze wat? Toen zet zich maar neven mij in zo'n liftbekje en dan gaan wij samen den bergen omhoog. Moest kijken wie fijn dat het is. Nou, dat liet zich overhalen. Dat zet zich neven mij in de liftbak. En dan gaan we met die lift omhoog. Tegen den bergen omhoog. En hoger en hoger en hoger ging die lift. En dan weet je wel wie dat geit boven van de berg. Er waren er al die boven zijn geweest. Die komen dan met die lift terug. Hè? En heel vriendelijk elke skier dan... Kruis God, en wij maar hoger met lift. Kruis God, zit het vrouw op een gegeven moment heel benepen. Zitten we al zo hoog? Maar ja, dames en heren, wij gaan niet naar Oostenrijk met dit gezelschap. Wij gaan ook niet naar Rome toe. Wij gaan, comme ci, comme ça, naar Parijs toe. Oelala. Want hier de grond ben in de hoes. Kom, si, kom, sa. Paris is voor ons, oelala. Die meidjes in de Moulin Rouge. Die treft ze nu de tweede zoes. Vergeet de wurf de Eiffeltoren. Dan werd de sker gezwoeken ook. In Parken hebben we niks verloren. Zijn beide villa's drukken op. We zijn heel zuinig met docenten. De goeie wilde is dat dom. Maar zoveel zijn die strikt die stenten. Zijn we een tino al van kom. Kom ons aan wat. Dan zal we ook geen boer op wat. We willen naar de Moulin Rouge. Want hier dan gaan we niet naar huis. Kom, si, kom, sa. Paris is voor ons, oelala. Die meidjes in de Moulin Rouge. Die kressen nu de tweede zoes. Je zit ons deel in schilders wieken. Chagrin is schilder al genoeg. We gaan niet aan de scène kieken. We hebben vlak bij Maas genoeg. Al snappen we niks van die Fransen. Die brengen ons niet van de wies. Die mademoiselles te zien dansen. Door je wippen op Parijs. Kom ons aan wat. Anders komen we ook geen boer op wat. We willen naar de Moulin Rouge. Want hier dan gaan we niet naar huis. Kom, si, kom, sa. Paris is voor ons, oh la la. Die meidjes in de Moulin Rouge. Die treffen nu de tweede zoes. Die treffen nu de tweede zoes. Wow, 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 wow. 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 Wow.
Nee, dat kan ik nog wel, dat kan ik nou niet aan denken. Maar jij is niet met de beurt. Nee, daar kan ik echt nog niet aan denken, dan werd zo stil kerels op stap te gaan. Daar heb ik totaal geen problemen met. Ik ben ook het verleden jaar met de vakantie nergens heen geweest, nergens troet. Alleen, ik ging elke dag heel schoon lekker door het Grijntgat vissen. Nou ja, vissen. Als je door bent, kijk mijn ogen, hè. Ja, en daar was me goed te zien, daar afgelopen zomer, zeg. Maar de wedstrijd was ze tegenkwam, zeg. Hé, van boven niks meer uit, tenminste niks eromheen, hè. En hé, een vlinderke. Een vlinderke, meer was het niet. Nou, ik was elke meer in de 9 uur, zo ligt al op mijn plekje. Hé, zo met mijn hengel. En dan om 9:30. Dan geef me dat maar eens aan. En dan, zo tegen 9:30, dan kwamen die vrouwtjes er aan. En met de fietske, kindjes naar de school, pap naar het werk, de kletjes zoet, vloep de meiden met. En ik maar vissen, hè, ook. De kips over de oeren en maloeren. Hé? Hij moest niet forceren. Zo, ja, toen zit ze toch rustig en die komen wel op de gaan. Kalm man. Zo tot de vissen, dan gingen ze de gunst, dan zwommen ze heen. En dan ineens, hallo. Ja, doen nog ze niks uur, hè. Kom we wel hierop. Hallo. Oh, ja, wat bleef? Weet je misschien wie later voor dit? Wat bleef? Weet je misschien wie laat of het is? Oh joh, ogenblikske. Oh ja, het is ongeveer. En dat duurt ze net. Hoeie, hij kent zo'n stoon. En de stoon is een veurdige, hè. Knaap, veurdige, die is ze net gebroken, hè. Maar jongen, de schoenen die langzaam worden die wel get eigen. Dan kwamen ze voor ons. Wim, wilt je misschien op ons kleier passen? Nou ja, dat was de meute nog niet weet wat ze er neerlachten. Maar ja, dus zo is dat toch en dan deze dat en dan en ik hier, dan stond er door weer een zo'n beetje wiet af. Die zo te van achter te vroembelen en dit en dat. Ik zei, kom maar meetje, ik heb toch altijd een tanksje in de kistje zitten. Nou god, dan hollen ik die oude, ja, daar is er toch geen problemen meer met, hè. Dus ik ging dat van het einde, maar toen en ik hier heb ik toch een flater gemaakt. Ja, dat wordt wie langer wie gekker door de cup Helma dat Rubbenens. Wim Cups, kent je Helma niet? Helma is dat blondje, dat is met de Vias van Nunum getrouwd geweest. Ja, dat is nou bij de Friedman van Rogel, dat weet je toch allemaal wel. Dat riep Wim Cups in de tas koffie drinken. Nou ja, ik erheen en er zoedig er tussen een stuk of 10 van die nekfieterkjes. Ik ken er niet tegen. Iedereen zit er wensen aan, ik ben er non de Junida. Gelukkig. En ik zonne wuilen zit ik er tussen die vrouwen in. En, nou ja, ik dacht, wat was ze nou? Dat zeg me, ga je die tas koffie en zeg ik, hij noem me te doen, want ik ben er met een dokter gekomen. Zo ja, zeg ik die toch ineens, is er al melk? Hij is toch nee, hij is. Maar het was wel gegarandeerd de daagste nog zo. Ik ben een dokter in de spreekkamer. Zonder bloeddruk, hè. En als je ergens aan het nekel hebt, jongens, dan is het toch wel aan een wachtkamer bij een dokter. Geen niet? Oeh. Voor een T-truck, toen ging het nog even. Toen hij ze dat de mensen nog het fatsoenlijks op je lijst over liggen. Panorama, nieuwe revue. Weet je wat er nou ligt? De dokter en zijn auto. Nou, als me nou de get niet interesseert, dan is het toch ten dokter zien een auto. En toen moest net doen of dat ze het lezen blies, want kijk ze op, dan kallen ze tegen die. Dat kan ik ook niet hebben. Iedereen heeft toch genoeg aan zichzelf, dat ze maar stil zien. Het ellendigste vind ik naar klein kindje als die naar binnen komt. Oeh, lees ook zoet naar gans. Lijn komt er zo'n vrouwtje binnen van de ballers. Onder of in, je kende hem goed, hij was van de ballers. Wie komt er binnen? En dat vrouwke dat kreeg ook wel zo chagrijnig of dat het aan de 7e boerdag bezig was. Nou ja, goed. Ja, kan niks, ja. Heeft er niks met te maken. Maar dat heeft ook zijn jongsje bezig en de hee al in de gaten. Die dacht, hij moet ga ik aan het lezen. De kop in eigen dood. En hij begint dat mannetje. Mami, stil zien Jan Willem. Ook nog Jan Willem, dat ken ik. En ik dacht nog, dat zou wel door zijn openheid. En dat was Schenk.
Hoe verschrikkelijk is dat. Maar goed, ik was er niet goed gedacht op begint. Hè. Mami, zo den oma ook zweren hebben. Ik dacht, dokter, dan loopt toch dat belke gewoon. Ja, nou ja, belke kent ze toch ook niet nemen bij een dokter. Nou, ja, ja. Is het niet schandalig? Ik zeg altijd, dat moest onder het eten doen, grapjas. We hebben het toch even nog over het eten. Hebben lessen. Ja, ik hoop dat. Is toch een beetje slechter. In de winkel is dat zo'n klein jongensje filmig en dan ziet of het die een frikadelle moeten hebben. Ze zitten slechter, mogen de beetje meer zien. Dus hij kreeg er 11. Maar goed. Ja, nee, dat heeft er niks mee te maken. En toen zit dat menke. Heb je misschien ook nog een ponk vlees voor de honk? Maar niet de thee alsjeblieft van de man die het was een eigen bed. Ja? Zo moest ik het oedenken, want eigenlijk is er eigenlijk ontzaggelijk weinig meer te lachen in de dorp. Ik vind er eigenlijk ook niet, er gebeurt niks, er zit geen spanning meer in, dat is vazel. En pak ik nou in het begin, door Pietje Wijnen, de dokter prongelijk met zijn bulldozer, einde boom, een bij de villa en de ganse milieuboys in Instagram. Nou breekt de ganse villa wist de grondgaard en er zit geen mens meer in. Nee. Zit toch geen vuur meer in, jongens? Raf is uitgeblaf. Nee. Nee, hoe moest ze nou heenig over kallen? Onze Frits de bek niet meer. Ja. Dat was de zal zijn lolag wel op kennen door de riet. Nee, echt hoor. Ik vind er winnig, hè. Als gans dorp. Als je bent altijd een zachtelijk gruts geweest dat ik in een dorp was, dat weet je. Ik heb ook altijd eerlijk gemeend dat wij beter waren als de jonger. Vind je niet? Maar dat is wel niet zo. Nee, dat hoef je niet. Pak het bladje er maar mee, dat is niet zo. Kijk het maar nou. Echel, Kapel, Beringen, Grashoek, alles. Pak de streekboeder er maar bij. Halle, Heidse, Leifrooi. Nou, je komt ze tegen weer een dorp. Elke zaterdag biechtgelegenheid van 4 tot 5. Het zal verdomme niet voor niks zien. We zullen het wel nodig hebben. Anders deed meneer de Deken en meneer Keploon dat toch zeker niet. En de Johnson hebben dan nu zelf te danken, dus eigen schuld. Voor 2 jaar terug, hey, heb ik op deze plaats heb ik je gewaarschuwd. Jongens, ja, laten we niet eerlijk zien, ik ging een flauwekul. Ik heb ik gezegd, jongens, pas op. De Deken is de biechtstoel op en poetsen. Ha, 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 ha. De verzekers hebben flauwekul verteld. Nee, dat was hem op het poetsen. Nou zit er al elke week van 4 wie 5 in. Ja, gelukkig alleen, Akbert. Ja. Nou, ik wil het volgende jaar nog eens spreken, alstublieft. Ja, dat zal wel. Dan moet ik, om er een eentje te maken, moet ik nog even het goed maken. We hebben een brief gekregen van het GAQ, dat is de gemeentelijke adviesgroep cultuur. Die hebben ons gevraagd, hebben ze ook liggen. Die zeggen, wilt je ouders als dorp als Engels gaat aan cultuur doen? Het hoeft niet altijd te gebeuren in het gemeenschapshuis en in de bibliotheek. Ving ik aan het schoot. Waarom niet eens gaat cultuur in een zeilboeg geen subsidie ophoofd? Dus we doen dat. Dus heen heb ik willen eindigen vanavond met een gedicht. Want je weet allemaal, dames en heren, Heljestijd in de wijde omtrek bekend om zijn grote dichters. Dat weet je. Om enkele namen te noemen. De Kapelse HB. De dorper Frans van D. En Lijken van Hoeree. Ja. Ja, ik kan er niks al doen, dan breng ik de tong over, maar rijmen zal het. Daar vang je mij niet op. Nee. Het rijmt. En mijn gedicht is getiteld Hoezee. Ja. Dan komen we. Gaat gij maar op vakantie? Gij allen. Ver weg. Over bergen. Of over zee. Ik ga niet mee. Oh nee. Ik ga veel liever vissen met Jan Bode Podé. Oh nee. Maar ja, trek toch allemaal niks van aan wat ik gezegd heb. Ik ga op mijn rustje met vakantie. Kan me niks chillen. Ik ga rustig binnendoor met mijn fietsje naar neer. Ik ken de mensen niet begrepen,
al heel gejakker en gejaag. Ze zitten hem op de weeg te kniepen, er wordt het gezakkerd en geklaagd. Maar zolang ik op die kan gaan vissen, zolang is met mij alles oké. Ik zooi mijn vis geert niet geen mensen en ben gelukkig en tevreden. Zien ze het vuurjaar op de klender, dan wordt er gepakt ze wilde weg. Al is het weer voor half december, reizen is in wat ik u zeg. Maar zolang ik op die kan gaan vissen, zolang is met mij alles oké. Ik zooi mijn vis geert niet veel missen en ben gelukkig en tevreden. Zomers dan zien ze weer gevlogen, 3 weken lang God met wie weet. Ze komen mij naar de hang dan vroegen, Wim wat die stoel de ganse tijd. Maar zolang ik op die kan gaan vissen, zolang is met mij alles oké. Ik zooi mijn vis geert niet geef meer. En ben gelukkig en tevreden. Ja, dames en heren, en nou moeten wij toch zo langzaam rank echt gewoon vertrekken. De bus die staat al lang klaar en die moet plaats gaan maken voor andere artiesten. Wij zingen nog een slotliedje vroeg en dan is het afgelopen, dan is alles op. Dames en heren, wij zeggen hoi. Het is nou tijd, wij smeren hem. Dit reisje is betaald. En iedereen is goed bij hem. Het wordt door niks vergaald. Ons gaan wij ons al aan van kom. Nou ja, dat geen gaat is geen halteplaats. Daar wordt dus niet gestopt. We vragen hulp van bovenaf. Christoffel let met op. Ons reisje lukt niet door de hang. En neem het uit de zing. Verdienen in een afland bij kepelke wegen meen. Is niet al laat en kind en lauw en zeggen hoije. De wild verstand door man en vrouw. We zeggen hoije. Met dieren ooit ons als waar. Zeg alle mensen goeie dag. Wel je ze hoije. Wel je ze hoije. De viersmut stijgt al op de kop. De stemming op haar best. Wie zeggen vreemde woordjes op? Onze eerste Franse les. En door de reis al net te lang. Dan slurpt en snuit het koer. En
tendre pension Paris, ben arc en vend toujours l'amour. Me dan nou heet me get, ik heb al een grote spiet. Die stevels, de hengel en mijn pet, de rommel wil ik kwiet. Wie's aan de knieën in het water stond, de verozels door en door. Maar ik koop me ongerwege zwelden en hiering in het zoek. Is de mensen. Dit waren Roos Dulperzengers onder leiding van Jul Hendricks. Maar wat ziet Roos Dulperzengers zonder blekdichteres Thea Peters Blanke? En ik zou Louis willen vragen om de buitenmacht te spelen, zodat Thea ook heel boven kan deelnemen aan de hulde die gebracht wordt aan Roos Dulperzengers. Louis. Die duidt het al door de 12e keer en ieder jaar zien die teksten weer uit. Het muzikale gedeelte dat wordt verzorgd door Willem Deen aan de piano. En Hans en Ger Hendricks aan, ja, wat wij zijn allemaal, verschillende instrumenten. Maar ze hebben in elk geval het piano gedeelte van Willem ondersteund. Zijn doorgeluchtige hoogheid Prins Wim de Eerste wil er al een keer aan Thea het bloempje onderhandigen voor die goede teksten die ze dit jaar geschreven heeft. Onze prins is hier even uit de bus gekomen. Hij is net de chauffeur doorgelopen en nog steeds in vuur. Te komen namens de prins een medaille opgehangen te krijgen als dank voor hun optreden namens de Dulperzengers. Zo, mijn liefste dames en heren, dan wilden we het punt weer zoet wegen
want we moeten direct verder met ons programma. En zo dadelijk, nadat de Durperzengers het bund verloren hebben, dan zal door de Durperbloosgebel een zoekkool gespeeld worden, want dat bund dat moet niet afgebroken worden, zodat de Durperzengers weer terecht kunnen. Louis Boris verdicht de bundemaars voor ons Durperzengers.